Vervolgens had ik zoiets, nou ja, zakelijke rekeningen. Wanneer zijn dan persoonlijke rekeningen aan, aan de beurt? En dan kreeg ik op antwoord: daar krijg ik een antwoord op terug dat de Rauwe Bank momenteel niet weet of dat ook gaat gebeuren. En dat het nog niet zeker allemaal is. Waar ik uit concludeer dat, ik, dat het mogelijk ook bij particuliere rekeningen vroeg of laat gaat gebeuren. En als de Rauwe Bank dit doet, is de verwachting groot dat andere banken dit ook gaan doen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe markt-update video. Deze week gaan we het hebben over de houding van de Rabbank ten opzichte van cryptocurrencies. We kijken natuurlijk hoe het beurs evergrande verhaal verder gegaan is. Ik heb maandag natuurlijk een extra update video gemaakt. Omdat toch wel een hoop mensen in paniek waren. We zagen Koersen behoorlijk corrigeren op één dag. Inmiddels zien we dat de beurs al aardig herstelt zijn op de meeste plekken. En daarom kijken we in deze video hoe dit verder verlopen is en waar we wellicht de komende tijd rekening mee kunnen houden. We starten met de Rabobank. De Rabobank publiceerde een artikel waarin stond dat zakelijke klanten vanaf nu geen cryptocurrencies meer mogen aankopen via hun Rabobankrekening. En dit is natuurlijk een zeer rare situatie. Omdat het is heel raar dat in een land als Nederland een bank gaat bepalen waar jij je geld wel en niet mag uitgeven. Kijk, tuurlijk... Logisch dat jij niet terrorisme mag gaan financieren. En al dat soort dingen. Maar cryptocurrencies, waarom mag dat niet? Nou ja, cryptocurrencies zijn natuurlijk een zeer grote concurrent van de bank. En dit is naar mijn idee een kat-in-het-nauw actie. Kijk, ze zien natuurlijk dat cryptocurrencies steeds groter worden. Het een na het andere bedrijf zet ze op de balans. En dit willen ze niet, want hun verliezen daarmee hun positie. Kijken we dan naar de redenen die ze noemen, dan. Zijn deze behoorlijk bijzonder? Namelijk witwassen en criminaliteit. Ja, waarom mag je dan geen cryptocurrencies kopen? Witwassen gebeurt namelijk ook vooral met contant geld. En dit is wel toegestaan. Vervolgens kijken we naar de grootste witwasschandalen. Dan zijn daar vaak banken bij betrokken. Dus het is een beetje raar dat jij bijvoorbeeld als gewoon als ZZPer of als MKBer met jouw rekening geen cryptocurrencies mag kopen van hun. Maar. Zij vervolgens wel alle argumenten zelf doen. Nou ja, dan het volgende argument. Pump en dump. Hun vinden het een risico. Nou ja, ik heb zoiets. Met aandelen gebeurt het ook. Noem maar een gamestop. Die kennen we allemaal wel. En daar heeft de bank ook niet gezegd. Nou, we willen niet meer dat je naar aandelen overboekt. Want ja, stel je voor je koopt dat aandeel en je loopt daarmee risico. Een bank doet nu ineens of dat ze zich zorgen maken om jou. Nou, noem nog een voorbeeld. Oplichting. Er zijn zat Zaken met oplichting, dan is de bank ook niet tegen jou zegt. Pas op, want dit is oplichting. Dan laten ze je ook gewoon stikken. En nu in één keer maken ze zich zorgen. Nou ja, dat is natuurlijk al een teken. Een bank doet dat normaal nooit dat het puur is om hun eigen hachje te redden. En ik vind het bijzonder dat het kan. En eerst had ik bij dit artikel nog zoiets van. Interpreteer ik het allemaal goed? Nou ja, ik heb de rouwe bank om reactie gevraagd op Twitter. Overigens ben ik zelf geen klant bij zich. Gelukkig, maar ja, de vraag is natuurlijk wanneer volgen andere banken. Ik heb als eerste gevraagd of ik het wel goed begreep. Daarop kreeg ik het antwoord terug dat het een goede vraag was, maar dat ik inderdaad... het, groet, maar dat ik het inderdaad goed begreep had. Vervolgens had ik iets, nou ja, zakelijke rekeningen. Wanneer zijn dan persoonlijke rekeningen aan, aan de beurt? En dan kreeg ik op antwoord, daar kreeg ik een antwoord op terug dat de Rauwe Bank momenteel niet weet of dat ook gaat gebeuren en dat het nog niet zeker mooi is. Waar ik uit concludeer dat ik. Dat het mogelijk ook bij particuliere rekeningen vroeg of laat gaat gebeuren. En als de Route Bank dit doet, is de verwachting groot dat andere banken dit ook gaan doen. Nou ja, je wil natuurlijk als cryptocurrency, als je natuurlijk in de cryptocurrency zit, wil je dit natuurlijk absoluut niet. Het is ook überhaupt een rare ontwikkeling. Ja, en wat gebeurt er nu dan? De dingen die ik online heb gezien van mensen die foto's van brieven die ze kregen op Twitter hebben gepost. Was dat je kan de transactie wel maken. Maar na meerdere transacties zal de bank contact met je opnemen. Ze monitoren natuurlijk alle transacties. En dan krijg je het dringende verzoek om hiermee te stoppen. En anders volgen er sancties, zoals blokkade van je rekening. En wat ik net zei. Ja, als we dit ook gaan toepassen op persoonlijke rekeningen. is het ook sowieso de kans dat veel banken gaan volgen. En nu denk ik dat er wellicht oplossingen zijn om dit te voorkomen. Kijk, volledige cryptocurrencies gaan. Is voor de meeste mensen onmogelijk. Je salaris wordt daar niet in uitgekeerd. Bepaalde instanties werken er niet mee. Dus ik denk dat dat voor de meeste mensen afvalt. Er zijn natuurlijk nog meer tussenpartijen. Kijk, je kan dan op zoek gaan naar een bankrekening in een land waar dit soort dingen niet zijn. Of je kan. Tegenwoordig heb je ook apps en dat zijn eigenlijk geen banks of partijen bedoel ik meer. Dat zijn geen banken, maar geldbemiddelaars. En bijvoorbeeld een voorbeeld hiervan is Revolut. Hier heb ik zelf ook al een aantal jaar een rekening. En. Ja, totaal een andere reden. Maar dit soort partijen bieden verschillende dingen aan. Ze bieden een rekeningnummer aan, waarmee je dus gewoon met iedereen transacties kan uitwisselen. Ze bijvoorbeeld Revolut biedt aan dat je aandelen kan kopen. Cryptocurrencies kan je bij ze kopen. Dus de verwachting is dat zij dit soort dingen niet zo snel zullen doen. Omdat zij gewoon voorbereid zijn op de toekomst en hier meegaan. Dus het is wellicht niet dom. Dat mocht het zover komen, dat meer banken dit gaan doen, en dat het ook bij persoonlijke rekening gebeurt om dit soort partijen is te overwegen. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten met meer informatie over Revolut en ik zal er in de toekomst of wel een keer een blogpost over schrijven of een keer een video over maken nog. Gaan we dan door naar de Beursweek en Evergrande. Evergrande is natuurlijk een Chinees vastgoedbedrijf, Dat heb ik maandag ook kort besproken wat in de ellende zit. En beleggers en analisten verwachten mocht het misgaan een domino-effect en onder andere een domino effect, omdat natuurlijk meerdere partijen uit andere landen belang hebben in Evergrande of in andere Chinese vastgoedbedrijven, financiële banken die ermee te maken hebben. En ja, China is inmiddels best wel een groot land en als dit omvalt, ontstaat er ook een stagnatie in het hele bouwen en al dat soort dingen, waardoor er ook verwacht wordt dat prijzen van bijvoorbeeld bepaalde grondstoffen omlaag zakken, omdat, die min omdat er minder vraag dan naar is. En ja, er zijn natuurlijk Tal van dingen als een groot bedrijf van wat voor gewoon een domino effect zorgt. En dat zorgt een maandag voor die onrust. Ik heb daar ook een extra video gemaakt. Inmiddels zien we dat een hoop al zich wel zich redelijk hersteld heeft. Maar de dreiging ligt denk ik nog steeds iets op de loer. En ja, het is momenteel wel een klein beetje een lastige situatie. Want China is natuurlijk een communistisch land. En feitelijk is elk bedrijf min of meer ook van de overheid. En de verwachting is uiteindelijk dan wel... Dat een overheid dit niet laat gebeuren. Omdat de gevolgen voor China. Als de rest van de wereld groot zijn. Dan heb je ook weer andere geruchten. Die zeggen ze willen dit juist niet gaan redden. Omdat ze ook dit soort bedrijven te machtig vinden. Dat is een, een beetje lastig om daar een duidelijk beeld om te zetten. Het lijkt mij. gezien China wil groeien. Wil groeien. Wil groeien in de wereld. Dat je dit niet laat gebeuren. Omdat het, de effecten zijn behoorlijk. Aan de andere kant. China neemt wel vaker rare stappen die ook ten koste gaan uiteindelijk van hunzelf. Ze hebben onlangs natuurlijk ook met een aantal regelgeving ook wel hunzelf in de vingers gesneden natuurlijk en hun eigen economie. Maar goed, ja dat is denk ik wat we moeten afwachten. Kijk of dan echt de effecten zo groot zijn als waar maandag de schrik van was, dat weet je niet. Maar goed, we weten natuurlijk de beurzen staan redelijk hoog. Het nieuws kwam een beetje in het voor het weekend naar buiten. Is, in het weekend kan je niet handelen op de beurs. En dan maandag ja, staan de orders klaar. Ja, en dat zorgt dan voor deze kettingreactie. Dan zitten er ook mensen in met geleend geld. Zie je ook bij cryptocurrencies. Liquidatie, stoplossen die gerit worden. En dat geeft dan op zo'n dag die paniek. En vaak creëert dat ook weer mooie entrypunten, wat ik ook aangaf in de video. En we zien vooralsnog weer herstel. En deze situatie zal ongetwijfeld voorborduren. De nieuwsites sites staan er ook vol mee. En ja, ik denk dat we daar gewoon in moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Uiteindelijk denk ik, als ik goed erover nadenk, dat de effecten mee zullen vallen. Omdat het lijkt me niet dat het helemaal compleet in elkaar zal storten. En dat niemand ingrijpt en echt een groot probleem ontstaat. En dat dit de trekker zet voor een gehele beurscrash. Maar goed, ja, dit is gewoon een situatie die we af moeten wachten. En proberen gewoon steeds rustig te blijven. Want ook als zo, op zo'n dag als maandag... Probeer gewoon dan niks, want je ziet dat er zijn mensen natuurlijk op de bodem uitgestapt, dat het uiteindelijk niet nodig is geweest, omdat we het nu weer zien herstellen. Kijken we dan koerstechnisch nog even naar Evergrande, ja dan is Evergrande natuurlijk wel echt een afgeschreven aandeel inmiddels. Ja, dat is echt dit soort plaatjes waarbij het zo achter elkaar, en dit is weekgrafiek, achter elkaar naar beneden, ja echt naar beneden stort zijn natuurlijk redelijk uniek en je ziet dat de koers eigenlijk weer terug is waar het ooit begonnen is een aantal jaren terug. En ja, zit je nou in zo'n aandeel, dan is het natuurlijk wel een iets ander verhaal. Maar in het algemeen zal de rest van de beurs hier niet heel veel last van moeten hebben. Gaan we dan door naar het vaste programma van elke week, Bitcoin. Nou, Bitcoin hadden we natuurlijk ook even last van. Is eigenlijk iets door de supportlijn heen gegaan waar je eigenlijk had willen zien dat het gestopt zou zijn in een normale koers. Terugtest, corre slash correctie. Is er iets doorheen gezakt. Heeft uiteindelijk wel op een best wel mooi punt. toch support gevonden. Waardoor er alsnog een higher low is ontstaan. En inmiddels schiet hij best wel weer omhoog. Loopt ietsjes in de resistance nu. Dus wellicht zakken we dadelijk in het weekend nog iets terug. Maar ziet er gewoon weer gezond uit. Kijken we naar de aandelen. Dan zien we dat de spanning vooral zit. in toch wel de Aziëhoek. Logisch. Het is een Chinees probleem. En als het toch klapt, zal die. Zullen die er het meeste last van hebben? En zo en zo zijn er momenteel continu regelgevingen uit de Chinese overheid. Waarvan je zegt van ja, het is niet ideaal voor die bedrijven. Ondanks dat die bedrijven zelf goed presteren, worden ze toch een beetje tegengewerkt. Kijken we naar de rest van de wereld, dan zien we gewoon weer herstel vanaf, de, vanaf maandag. En is het een gematigde beursweek. Kijken we naar de SP 500, zagen we ook een correctie. Ik had maandag ook een lijn staan geasseerd. Het is er natuurlijk ietsjes doorheen gega gegaan. Is uiteindelijk in een box gekomen waar je zag dat het ook al, als je iets terug iets minder netjes met wat wikjes wacht, maar vanaf die box mooi omhoog gegaan. Nu heb je een resistance lijn waar we in lopen, en ja, dan is de vraag: testen we, schieten we iets terug naar de waar de, de, de gekleurde lijn op staat, of schieten we wel licht terug en testen we de lijn mooi zonder wiks nog een keer af? En vooralsnog ziet het er gewoon uit dat de trend gewoon doorgaat omhoog. Daar x. Ook een correctie sprong redelijk snel weer terug richting die 800 punten. We zien vandaag weer iets correctie, maar vooralsnog ook in de AIX geen reden voor paniek. En ziet er best wel mooi uit. Kijken we dan naar de edelmetalen. Nou ja, vaak is het natuurlijk zo dat als er onrust op de beurs dat we, dat, dat we dan positiviteit zien in de edelmetalen. Nou ja, dat gebeurde in elk geval met zilver niet zo. Zilver staat er best wel redelijk zwak voor en zit weer in de... Gevaren zonder box om hem zo te noemen. Of in elk geval om in deze range te blijven. Het is natuurlijk net hoe je het ziet. Wil je nog instappen, dan hoop je natuurlijk dat het zakt. Zit je erin, hoop je dat het omhoog gaat. En vooralsnog stabiliseren we nu in deze box. Dus is het gewoon afwachten of we weer naar de bovenzijde gaan van deze range. Of dat we wellicht toch dit gebied breken en afdwalen. Dan is de eerste sterke lijn zoals al een paar keer eerder aangegeven. Rond de 18 dollar per troy ounce. Kijken we dan naar goud. Nou ja, bij goud zagen we eigenlijk op de dag zelf wel groene candles ontstaan maandag en schoot iets omhoog. En daarna werd het al snel weer iets rood, corrigeerden we weer iets terug en vandaag zien we weer een groene candle. Ja, goud heeft natuurlijk op de bovenste gele lijn nu voor de tweede keer te veel resistance gehad, waardoor we weer afdwaalden. Dan hebben we een, ja, een punt waar we natuurlijk eerder zaten, waar we nu wel boven... Bleven, maar zoals je kan zien is het een, ja, een, toch een. Ik ben niet zo van de patronen, maar is het een dubbel toppatroon? En dat leidt meestal tot een daling. Dan hebben we natuurlijk nog de onderste gele lijn, wat toch wel een redelijk sterke supportlijn is. En daar zitten we momenteel nog tussen. En persoonlijk verwacht ik dat we tussen deze twee lijnen nog wel een tijdje kunnen gaan rangeren. Voordat we echt een kant kiezen. En zelf heb ik echt iets: breken we nu goed de bovenste lijn. Dan zetten we de trend omhoog. Breken we de onderste gele lijn. Dan verwacht ik een trend die voor enige tijd omlaag gaat. En natuurlijk kunnen er tussendoor nog wel wat dingen gebeuren. Dat brengt ons aan het einde van deze video. Het was natuurlijk een bijzondere beursweek. Hopelijk heb je er nog van kunnen profiteren of ben je in elk geval niet in paniek geraakt. En dat brengt ons aan het einde van deze video. Vond je deze video leuk? Geef hem even een blauw duimpje omhoog. Heb je nog vragen of opmerkingen aanleiding van deze video? Laat deze dan natuurlijk achter hier beneden in de comment section. En dan. Bedankt voor het afkijken van deze video en dan zie ik je heel graag weer terug in de volgende video.